eens even kijken. Als het goed is, zijn we live. Ik check het even hier op de telefoon. Hey Mirjam. Sjana, leuk. Ali, hallo. Ja, het is heel spannend. Ik heb al wat voorbereid, zoals je ziet. Eens even kijken, het is een ingewikkelde toestand hier. Want zoals jullie weten staan we op de beurs in Rijswijk. Hoi Mirjam. We staan dus op de beurs in Rijswijk, maar we bedoel ik Koza Creatief en dat is deze keer zonder mij. Hoe vinden jullie dat? Eens even kijken. Maar goed, omdat ik dus niet op de beurs sta, is de live-uitzending dus ook niet vanaf de beurs. Maar hier, vanaf de tafel. Ik had alles wel voorbereid voor de beurs, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, het is een beetje vreemd. Maar wel lekker. Niet omdat ik het niet leuk vind om beurzen te draaien, want het is natuurlijk superleuk. Maar ik had zo ongelooflijk veel te doen nog. En met drie beursdagen in het vooruitzicht. En een paar nachten heel erg weinig slaap. En al wekenlang heel erg druk. En dan bedoel ik echt heel erg druk. Want onze werkweek is ongeveer nou, tussen de 70 en de 80 uur per week. Zei Max gisteren tegen mij, weet je wat, jij blijft maar lekker thuis. Ik draai wel met Renata. En dat doen ze vast goed. Nou, een dagje rust, oké, een beetje. Maar vooral mijn to-do-lijstje afwerken. Nou, zeg maar lijst. Want ik zal jullie laten zien. Dit is één lijst. Pom. En daar is ondertussen deze lijst bijgekomen. En dat heeft eigenlijk allemaal haast nu. Op een gegeven moment moeten dingen gewoon echt gebeuren. Dus vandaar dat ik vandaag vanuit huis heb gewerkt. En ook nu vanuit huis deze live uitzending doe. Goed. Het is een beetje, wat ik al zei, een rare, het ziet er een beetje raar uit, jullie zien dat niet, maar ik sta nu aan de andere kant van de tafel, dus ik kijk nu nog op mijn scherm van mijn iPad, want mijn telefoon is op de beurs, want met die telefoon worden de pinbetalingen gedaan. Maar mijn iPad heb ik wel gewoon thuis en ik heb Max' telefoon hier, dus ik ben wel bereikbaar, ook handig als ze dat willen weten of iets niet kunnen vinden of vragen hebben van bezoekers waar ze geen antwoord op hebben. Dus ik ben gewoon standby hier op Max' telefoon. Maar mijn telefoon ligt op de beurs vanwege de pinbetalingen. Hi Josette. Dus dat hele verhaal is wel een dingetje. Maar het lukt allemaal wel, uiteraard. Dus ik heb hier alles klaarstaan. Ik ga nu naar de andere kant van de tafel. Ik kan dus niet jullie reacties zien straks. Omdat mijn iPad de live uitzending filmt. En via Max' telefoon kom ik geloof ik niet op deze Facebookpagina. Nou ja, we doen het wel even zonder. En ik ga gewoon lekker jullie laten zien wat ik heb voorbereid. Wat we gaan maken. En dan aan het eind van de uitzending dan loop ik gewoon weer naar de andere kant van de tafel. Waar ik nu dus ook sta. En Jolande heeft me al gemist. Ja, sorry. Maar Renate is ook leuk.
Dus aan het eind van de uitzending loop ik weer naar de andere kant van de tafel en zal ik even kijken of er nog vragen zijn of er ergens op gereageerd moet worden live. En anders doe ik dat gewoon naderhand. Dat komt vast goed. Goed, ik ga naar de andere kant. Ik neem een slok koffie nog en dan gaan we beginnen. Jullie horen nu het aanschuiven van de stoel. Ik ga toch nog even één poging wagen of ik dat via Max' telefoon toch voor elkaar kan krijgen. En zijn Facebook-app doet het niet. Dan moet je weten, Max en zijn telefoon, nou dat is wel een dingetje zeg maar. Want hij heeft hier ook niet Cosa Creatief in staan. Dus dat is dan ook weer handig. Want anders kon ik hier wel op kijken. Eens even kijken. Nee. App-instellingen. Ook niets. En zijn gewone Facebook-app doet het dus niet. Joost mag weten waarom niet. Even kijken nog hoor. Jullie hebben wel heel eventjes geduld nog, hè? Oh, ik laat jullie ondertussen zien wat we gaan maken. Dat is dan wel weer leuk. Zo. Oh, dat blijft natuurlijk niet staan, want dat is hartstikke glad. Kunnen jullie even kijken? Kijk ik heel eventjes. Ja, zie je? Die Facebook-app die moest worden bijgewerkt. Dat gaat hij nu doen. Dus misschien dat ik straks dan toch dit toestel kan gebruiken om jullie reacties te zien. Ik leg hem even aan de kant. Een slok koffie. Nou, dat was geen slok maar een teug. Goed, deze kaart dus. Ik ga er maar vanuit dat hij goed in beeld komt. Volgens mij had ik alles netjes klaargezet. Het is een redelijk eenvoudige kaart. Maar in het bijzonder leuk natuurlijk voor een man. De achtergrond is gemaakt van distressoxide. Dat ga ik niet laten zien, want dan zou het een tutorial worden van 2 uur of zo. En bovendien heb ik daar al eerder filmpjes over gemaakt. Dus ik focus me op dit. En dit deel. En natuurlijk de hele afwerking van de kaart. Zoals gezegd, ik heb het al een deel voorbereid. Dat is deze. En dat is dus zeg maar dit deel aan de onderkant. Oh, sorry. Aan de bovenkant. Die komt hier. Wat ik ga maken is deze. En natuurlijk dit deel. De achtergrond is, zoals gezegd, gemaakt met oxide-inkten. Die is dus al klaar. En die pakken we straks bij als de rest gereed is om erop te plakken. De dies die ik hiervoor gebruikt heb, is deze. De Happy Birthday van Creative Expressions. Die doen we zo. We beginnen met de tandwielen. En dat is deze, eveneens van Creative Expressions. En dat is een flinke die met heel veel kleine dingetjes erin. Dus het is heel handig als je de achterkant beplakt met Stick-It. En dat zit hierin. Er zitten 5 sheets in. Die plak je op de achterkant van je papier. En daarna stans je hem uit. Ik zal het even laten zien. Hier is die al uitgestanst. En straks halen we
dit eraf, net als bij een sticker. En dan kun je hem in één keer erop plakken. Dus dan hoef je niet al die hele kleine deeltjes in te smeren met lijm. Dus Stick-It is super fijn. Goed, dit stukje gaan we gebruiken voor de onderkant van de kaart. Nou, dat is dus zeg maar ongeveer zo. Dus dit ga ik uitstansen. Om erbij dit. Dat doe ik even buiten beeld. Maar het is tweetellen, hè? Dus ik ben zo terug. Ik haal hem door mijn Big Shot nu. Ik draai heen en terug. Omdat hij zeer gedetailleerd is, vind ik het wel fijn om hem twee keer te doen. Laat ik weer even zitten. Dan heb ik trouwens één ding vergeten, wat ik eerst had willen doen. En dat ga ik nu ook doen. Is de wax erop. Dat is natuurlijk handiger als al die kleine deeltjes er nog in zitten. Oh nee, sorry, ik ben helemaal in de war. Hier gaat de wax op. Want dit is het plaatje waar de Happy Birthday op komt. En hier komt embossingpoeder op, dus ik doe het wel goed. Dit plaatje heb ik uitgesneden met de stans, een van deze stansen van Crayolis. Heel fijn basisset. Dit is dus de wax, dat doen we straks. Dit is, even denken, de embossingpoeder. Ik leg hem er weer even in. Hoe zet je ook alweer? Even zoeken hoor. Is dit hem? Yep. En waarom doe ik dat? Omdat ik nou heel snel al die kleine deeltjes eruit kan halen met de brush. En voilà. Omdat de Stick-It, omdat de Stick-It achter zit, blijft er wel wat zitten. Maar het merendeel is er nu uit. En wat er nu nog in zit, dat doe ik gewoon eventjes met mijn favoriete tooltje. Jullie zien nu gelijk waarom dat ik die andere al heb gedaan. Want anders zouden jullie wel een hele lange tijd naar hetzelfde zitten te kijken, zeg maar. Want dit is dan niet bepaald het spannendste deel van het filmpje. Ik probeer het een beetje rap te doen. Omdat er dus Stick-It achter zit, kan ik die stukjes er niet goed uitdrukken. Omdat ze plakken op de achterkant. Wat ik dan doe, is een stukje loshalen. Kijk, daar zitten nu al die uitgedrukte zwarte dingetjes. En dan haal ik ze hier gewoon af. En dan doe ik hem weer terug, zodat die plaklaag erop blijft zitten. Oh, hier zitten geen kleine stukjes meer, hier nog een beetje. Nou, dat komt goed. Bijna goed.
hier nog een paar dingetjes. Het is even een beetje een gemier. Maar goed, dat hoort erbij. Zo. Nu gaan we hier embossingpoeder op doen. Eerst beinkten met Versamark. Oh, ik zie nog een stukje zitten. Zo. En dan gaan we werken met 3 verschillende embossingpoeders. Goed beïnkten. Ik heb hier 3 embossingpoeders. Dat zijn nieuwe embossingpoeders van WOW. Dat zijn metallic kleurtjes. En ik heb ze alle 3 gebruikt. En dat doe ik dan als volgt. Nog een dingetje. Ik doe her en der koper. Aftikken. Terug in het potje. Dit is de Gold Rich Pale. Overigens heb ik alles al in de webshop gezet wat ik vanmiddag hier gebruik. Dus daar kun je het allemaal terugvinden. Aftikken. Terug in het potje. En de derde kleur is platinum. En die komt daar, waar nog niks zit. Maar dat komt niet zo heel erg precies. Omdat op de plekken waar al poeder zit, pakt hij toch niet meer. Dus ik denk dat het zo wel goed is. Ik ga even de embossingfeun aanzetten. Dus dan pak ik op met mijn pincet. Ik zal hem eronder laten liggen, dan kunnen jullie het beter zien. Ik zie trouwens hier nog wat. Nou, dat doen we straks wel even. Op temperatuur laten komen en dan gaan we. En door die verschillende kleuren te combineren krijg je een hele mooie mengeling van metaalkleuren. Ik heb hier een klein stukje gemist. Daar heeft waarschijnlijk te weinig inkt gezeten. Dus die doe ik dan nu nog eventjes. En hier heeft mijn pincet gezeten. Hier zit nog een dingetje. Nou, maakt niet zoveel uit.
kijken. Die is klaar. Dan gaan we nu verder met de Happy Birthday. Deze. Die wordt uit wit papier gestanst. Dan kan ik gelijk even laten zien hoe dat werkt met dat sticket. Dat is dit. Aan de ene kant zit een soort van breeklijn, wat je ook bij stickers hebt. Het is echt een hele sterke, maar ook hele dunne vlaklaag die hierop zit. Dus echt perfect. Nou, die plak je gewoon normaal gesproken op de achterkant van het papier. Maar dit heeft geen voor- of achterkant, dus dat maakt niet uit. Ik knip even het overtollige weg, omdat het echt giga plat. Dus de sticker zit op de achterkant. Dat betekent dat je die op de voorkant gaat. Deze draai ik er ook weer heel eventjes door buiten beeld. Momentje. Wat ik nu doe is de buitenkant eraf halen. Sommige plekken heeft hij net niet goed gepakt. Dus moet ik even friemelen. Even kijken hoor, dit gaat eruit. Opletten dat je niet het verkeerde eruit trekt. Die blijft erin. Zo. Deze gaat eraf. Die loopt echt helemaal er doorheen. Dus ik moet heel goed kijken wat ik bedoel. Zo. Deze loopt ook door.
Zoals gezegd, ik kan jullie de reacties niet lezen. Maar ik reageer er straks op. Mocht dat nodig zijn. Goed, dan ga ik hem terug doen in de stans. Dat heb ik daarvoor gebruikt. En ik leg hem even op een reststukje papier. Dan ga ik met de versafijn dwars door de stans heen. Die stans die maak ik gewoon straks schoon met een babydoekje. En zo. Ik ga mijn bossen met de platinum. Wat hij nu doet, is alleen de binnenkant pakken, dus de binnenkant van de letters. Normaal gesproken doe ik mijn embossingfeun altijd al aan voordat ik ga embossen, omdat die even op temperatuur moet komen. Maar als ik dat nu doe, ja, dan ben ik nog aan het praten terwijl het ding al staat te loeien. Dus vandaar dat het eventjes duurde voordat hij op temperatuur is. Nu ga ik het nog een keer hetzelfde doen eigenlijk. Maar nu ga ik er gewoon weer helemaal overheen. En gaan we weer embossen. Dan gaan we hem vast.
Wel hoor. Zo. Door het op deze manier te doen, krijg je, ik zie nog een stukje gemist. Krijg je, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar je krijgt in het midden, dus daar waar ik al zeg maar de eerste keer een laag heb gedaan, een hele mooie verdikking. Waardoor je een soort van 3D effect krijgt. Misschien dat je het straks, als het helemaal klaar is, beter kunt zien. Dat wat er nog in zit, hier in die letters, dat gaat er straks af als ik de sticket van de achterkant afhaal. Hier gaan we straks mee verder. Ik leg hem nu even aan de kant. We gaan nu eventjes dit plaatje bewerken met de wax. En met dit plaatje bedoel ik dit plaatje. Ik gebruik hiervoor brons en koper. Weinig wax aan je vinger. Goed je vinger langs de rand van het potje halen. Zodat er maar heel weinig wax op je vinger zit. Altijd in dunne laagjes werken. Rondjes draaien. Hier komt dan straks deze op. Ik maak even mijn vingers schoon. Aan een babydoekje. Dan kan ik ook gelijk de stans even schoonmaken. Ik heb dat nu weer vergeten. En dan gaan we nu beginnen met het in elkaar zetten van de kaart. De basis is kraftpapier. Ik heb hem al gescoord. Alles zit onder embossingpoeder. De vouwlijn zit er dus al in. Hier gebruik ik, dat doe ik nooit met mijn nagels, want dan krijg je de afdruk van je nagels erin. Altijd met een vouwbeen. Die ben ik trouwens vergeten in de erbij te vermelden als gebruikt artikel, bedenk ik me nu. Maar goed, dat kan altijd nog. Dit is de kaart die erop komt. Ik trouwens, werk de maten altijd pas bij als ik hem in elkaar ga zetten. Dus ik zie dat hij niet helemaal matcht. Hier moet een stukje vanaf. En hier moet ook een stukje vanaf. Dus dat ga ik nu doen. Een heel klein beetje.
nu ga ik de randen distressen met de distressen. En dat gaat heel simpel. Kijk wat een leuk effect dat geeft. Zie je wel? Nu gaan we de tandwielen erop plakken. Deze komt hier. En daarom moet je eerst gaan distressen, want dan kun je het randje mooi tegenaan leggen. Nou, dat is prima zo. Even kijken hoor. Ja. Ik heb hier niet vergeten, hoe noem je dat? De sticker te doen. Dus daar moet dan even goed nog een beetje lijn. Een paar kleine dingetjes in. En daar nog een. Even een lijn pakken hoor. Ik had bedacht dat deze dat dit eraf gaat. Dus die komt hier. Ook hier kan de sticker nu vanaf. Zo. Die komt daar. Het plaatje moet nog even opgepoetst worden. Eigenlijk polijs je hiermee de wax. Kijk, je haalt wat restjes weg en hij gaat mooie glimmen.
Die komt daar. Even kijken hoor. Deze. Die komt daar. De achterkant van het plaatje. Oh, dat doen we straks wel even. Ik ben iets kwijt. Ik doe het even opnieuw. Nou, dat hoef ik trouwens ook niet per se live te doen. Nou, misschien ook wel. Sorry hoor. Even kijken. Oh jawel, ik ben het niet kwijt. Ik had het. Kijk, ik was slim, want dat moest mee naar de beurs. En dan moet ik oppassen dat ik niet al die kleine stukjes kwijtraak. Dit zocht ik. Want wat we namelijk doen. Is de sticker hier weghalen. Nou. Geen zin in. Ja. En dit zijn die deeltjes. Die er nog uit moesten. En nog een beetje. De randjes schoonmaken. Het woordje D komt hier onderuit. Maar dit gaan we op foamblokjes plaatsen. Dus dan zou dit hier ruimte tussen zitten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb wel een stukje foam. Het woordje D gestanst. Dus alleen maar het onderste stukje van de die. Die plakken we hier nu op. Ja. Zo. Dan kan nu de rest op het plaatje worden geplakt. Nou. Te veel met mijn handen aangezeten, denk ik. Dan gaan de foamblokjes op de achterkant.
Ik wacht trouwens nog even met opplakken, want ik kan beter eerst deze doen. Nou. Daar gaat hij dan. Zo. Ja, ik kan het niet op zijn kop doen. Dat is misschien raar, maar dan zie ik niet of hij recht gaat. Ik zie hier trouwens nog wat. Het moeten natuurlijk wel scherpe randjes zijn. Anders ziet het er niet mooi uit. Zo. Kijk, en door de foamblokjes die nu hier achterop zitten, heeft dit dezelfde dikte. Oh, een beetje lijm achterop. En voilà. Oh, dit moet ik natuurlijk eventjes vasthouden, want sorry, want gaat hij weer los. Ik loop even naar de andere kant van de tafel om te kijken of jullie hem goed in beeld hebben. Kan nog iets beter. Ik sta dus nu achter mijn telefoon. Nou, is het geen leuke kaart? We horen heel vaak dat het lastig is om een leuke mannenkaart te maken. Nou, persoonlijk heb ik er niet heel erg veel moeite mee. Ik heb al veel meer mannenkaarten gemaakt. Nou, dit is toch ook een hele goeie. En eigenlijk best eenvoudig. Het is een beetje gepriegeld, maar ach, dat hoort wel een beetje bij deze hobby. De achtergrond is dus gedaan met oxide-inkten. Nou, daarvan zijn al meerdere filmpjes. En de rest is gedaan met, zeg maar, metalen en wassingpoeder van WOW. Wat erg mooi combineert met onze Gilding Wax. Dus, dit is de kaart voor vandaag. Ontzettend leuk dat jullie gekeken hebben. Dat jullie gekozen hebben om live mee te kijken in plaats van buiten in het zonnetje te zitten. Maar hopelijk komen er nog heel erg veel zonnige dagen. Alle producten die ik heb gebruikt staan inmiddels al in de webshop onder het menu Facebook Live.
Het filmpje ga ik straks uploaden naar ons YouTube-kanaal en daarna kan ik hem ook plaatsen op onze webshop. En dan gaat deze live-uitzending van Facebook af, zodat iedereen hem nog na kan kijken. Wel na kan kijken, maar dan in onze webshop. Nogmaals, super bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Dag!